heren, dit was de derde partij van vanmiddag. De finale in de Elite B-klasse bij de dames tot 75 kilogram. Graag een groot applaus voor de beide dames Verena Velo en Sherida Mitchell. En de winnares van deze partij is geworden de dame in de rode hoek, Verena Velo. Maak van het moment gebruik dat je de trofee kom terug. Er zijn allerlei fotografen die willen dit moment nog even verheugen. Kijk eens hier. Ja, zo doen we dat, hè. Drie rondes van drie partijen, drie minuten, alles gegeven. En dan moet dat moment natuurlijk ook vereeuwigd worden. Zo hoort dat. We gaan verder met de vierde partij van vanmiddag. En dat is een finale in de Elite B-klasse bij de heren tot 64 kilogram. Als eerst ga ik naar voren roepen de man die zal boksen vanuit de rode hoek. Hij komt uit voor Boksacademie Nijmegen. Is 22 jaar. Bokst in totaal 7 partijen waarvan hij er 6 winnend wist af te sluiten. Zijn absolute boksheld is Canelo Alvarez. En zijn motto luidt, let's go champ. Dames en heren, laat u horen voor Amine Boudou. En dan nu gaan we naar zijn tegenstander die zal boksen aan de andere kant van de ring in de blauwe hoek. Komt uit voor de Rotterdamse boksvereniging van het Hof. Dames en heren, laat u horen voor Quint van Stralen. Partij, finale Elite B-klasse met heren tot 64 kilogram. Amine Boudou versus Quint van Stralen. Onder leiding van Rob Schulijn. 3 rondes van 3 minuten. Eerste ronde.
Weg voor de tweede ronde. Oh,